De Women in Business Group, WBG, is gisteren van start gegaan met de Women Lifestyle Fair. Tot maandag 1 augustus krijgen bezoekers de kans om producten en diensten van Surinaamse ondernemers te bewonderen. Het doel van deze beurs is Surinaamse ondernemers ondersteuning te geven, vooral omdat zij nu een moeilijke periode doormaken. Het is voor kleine Surinaamse ondernemers ook vaak moeilijk een platform te vinden om hun producten te etaleren. De gebruikelijke beurzen hebben vaak een te hoge instapladder voor deze groep. De WBG probeert daarom om het ene jaar door middel van subsidie een deel van de kosten van de beurs te dekken. En geeft zo de Surinaamse ondernemers een betaalbaar platform om hun producten aan de man te brengen en aan imagebuilding te doen. Voor de komende beurs zijn er meer dan 70 entrepreneurs die zullen laten zien wat de Surinaamse ondernemingen allemaal te bieden hebben. Minister Siglin Burleson van Handel en Industrie zegt dat het ministerie gelooft dat er nog genoeg potentie schuilt in Suriname voor wat betreft het ondernemerschap bij vrouwen. Een deel daarvan zit verstopt in wat wij vrouwen kunnen. Ik zeg wij vrouwen, omdat ik mezelf ook zie als een ondernemende vrouw. Maar dat is niet overnight. De effort die we daarvoor moeten plegen is niet te onderschatten. En er wordt vaak gezegd, ja, maar vrouwen kunnen het toch zo makkelijk oppakken. Waarom doen ze het niet? Het is een heel traject en we komen van ver. We gaan ook heel ver komen. Maar vrouwen hebben inderdaad verdienen extra support doordat ze vaak een veelzijdige taak hebben. Doordat ze multitasken. Doordat ze zichzelf soms niet op de voorgrond en niet op de eerste plaats stellen. En dat verdient ook enige waardering. Aldus minister Siglin Burleson van Handel en Industrie. De Women in Business Group, WBP, is gisteren van start gegaan met de Women Lifestyle Fair. Tot maandag 1 augustus krijgen bezoekers de kans om producten en diensten van Surinaamse ondernemers te bewonderen op het KKF-beursterrein.